Mooi weer, dus snel de stoelen op het strand en dan komt er wolkje, dan weet je wel hoor, jawel, het gaat regenen. Nou, dan maar snel naar binnen toe en dan kunnen we eens kijken van, wat is er allemaal te vertellen over regen? Nou, we gaan eerst weer eventjes lekker in het zonnetje zitten en zelfs als je zo in het zonnetje zit en er komt geen wolkje voorbij, let dan wel op, want je zult om je heen nog steeds wel vocht hebben. Ja? Nou is vocht wat je niet kunt zien, want het zijn geen druppeltjes, nee, het zijn watermoleculen om je heen. Nou, en ja, een watermolecuul is dusdanig klein, die zie je niet, dus dat maakt natuurlijk niks uit. Maar toch, je hebt dus wel vochtigheid om je heen, oftewel er is sprake van luchtvochtigheid. En luchtvochtigheid, dat is de hoeveelheid waterdamp wat in de lucht is opgelost. Waterdamp, hè, dat bestaat dus uit losse moleculen, oftewel je zult ze nooit zien. Nou, hoeveel waterdamp, ja, hoe moet je dat uitdrukken, de hoeveelheid? Dat doe je natuurlijk in een massa. En we doen dat meestal met grammen. Dus je hebt luchtvochtigheid, is de hoeveelheid gram per kubieke meter. Hé, hey, en gram per kubieke meter, dat is nou eigenlijk hetzelfde als, kijk hier, hè, binnen tabel 4, alle grootheden en eenheden. En dan zie je dus dat er bij dichtheid, de eenheid daar, inderdaad ook hè, de massa per kubieke meter is. Oftewel, luchtvochtigheid is eigenlijk gewoon de dichtheid. Nou, hoeveel past er dan in 1 kubieke meter? Nou, hè, in 1 kubieke meter past natuurlijk niet een onbeperkte hoeveelheid. Nee, het is een maximum en bij 20 graden Celsius is dat bijvoorbeeld 70 gram. Nee, je kunt 70 gram induwen en dan is het vol. Als het nou kouder is, dan past er natuurlijk minder in. Nee, als je bijvoorbeeld bij 0 graden Celsius, dan past er nog maar 5 gram in. Nou, je kunt dat in een grafiekje ook zien. Kijk, op deze manier, dan zie je dus inderdaad hè, bij min 20 graden Celsius, ja, is er maar een minieme hoeveelheid waterdamp wat in de lucht kan wezen. En ja, 20 graden Celsius of 40 graden Celsius, dan heb je al een behoorlijke grote hoeveelheid wat je erin kunt proppen. Maar goed, hoe meet je vochtigheid? Met een luchtvochtigheidsmeter of, mooi woord ervoor, is een hygrometer. Kijk, hier heb je het. Een haarhygrometer staat er zelfs bij. Maar je ziet ook de schaal. De schaal gaat van 0 tot 100. Nou, want je gaat hiermee niet de luchtvochtigheid meten. Nee, je meet hiermee de relatieve luchtvochtigheid. En relatieve luchtvochtigheid zegt gewoon iets over van, ja, maar voor hoeveel procent is die ene kubieke meter nou gevuld? Ja, en hè, wanneer heb je het maximum bereikt? Bij het maximum is dan 100%. Dus 20 graden Celsius, maximaal 17 gram waterdamp per kubieke meter. We noemen dat dus luchtvochtigheid, maar omdat we dus relatieve luchtvochtigheid hebben, hè, noemen we dit ook wel de absolute luchtvochtigheid. Absolute luchtvochtigheid zegt dus echt van, hé, je hebt zoveel gram in 1 kubieke meter. En die 70 gram, dat is dus het maximum wat erin past. Nou, nu hebben we hier, ja, je kunt het aflezen, een relatieve luchtvochtigheid van 51%. Oftewel, die 1 kubieke meter is dan niet volledig gevuld. Je kunt je afvragen van, oké, bij die 20 graden Celsius en 51%, hoeveel gram zit er dan daadwerkelijk in? Nou, dat is 8,7 gram. Want 51% is gevuld. En 51% van het maximum van die 17 is inderdaad 8,7 gram. Je ziet hier wellicht wel een formule in verborgen voor relatieve luchtvochtigheid. Want relatieve luchtvochtigheid is dus het aantal gram wat echt in de kubieke meter zit, gedeeld door het maximum wat in de kubieke meter zou passen. En dan keer 100%, omdat we het graag in percentage willen hebben. Nou, gaan we eventjes kijken naar die 20 graden Celsius. Nou, daar zit dus maximaal 17 gram in. En als ze de temperatuur laten dalen naar 0 graden Celsius, dan past er nog maar 5 gram in. Maar we hadden dat er in 1 kubieke meter 8,7 gram in zit. Oftewel,
die 5 gram, dat is dus te weinig voor die 8,7 gram. Dus ergens in de tussentijd zit je vol. Betekent dus dat wat je te veel hebt, dat moet verdwijnen. En dat verdwijnt doordat de damp condenseert tot water. Oftewel, als de temperatuur daalt en je gaat maar laag genoeg zitten, dan zal er dus ergens een temperatuur zijn waar die ene kubieke meter precies tot het maximum gevuld is. Oftewel, de luchtvochtigheid is dan 100%. En op dat moment zal dus de damp te beginnen te condenseren. Oftewel, er ontstaat dauw. Waarom noem ik het woordje dauw? Nou, de temperatuur waarbij dus de luchtvochtigheid precies 100% is, dat wordt het dauwpunt genoemd. Oftewel, dauwpunt is de temperatuur waarbij de relatieve luchtvochtigheid 100% is. Of je kunt ook zeggen, het is de temperatuur waarbij de lucht maxima gevuld is, natuurlijk met waterdamp. We noemen dan het ook wel verzadigd. Of je kunt ook zeggen van dauwpunt is de temperatuur waarbij de waterdamp in de lucht begint te condenseren. Nou, er ontstaan waterdruppeltjes, mist bijvoorbeeld. En hoe dan ook, dauwpunt is een temperatuur. Nou, dus eventjes onthouden, dauwpunt is een temperatuur. En vooruit, we pakken een blokje lucht. Ja, ergens daar staat het en de zon schijnt lekker erop. Betekent dus dat de lucht, ja, die wordt warmer. En als lucht warmer wordt, ja, dan neemt het in volume een klein beetje toe. Ja, en als iets in volume toeneemt, maar de massa blijft gelijk, hè, er komen niet lucht bij of gaat lucht af, dan betekent dus dat de dichtheid van het blokje afneemt. Ja, want het volume neemt toe. En wat gebeurt er als de dichtheid van iets afneemt? Nou, dan stijgt het op. Ja, en dat gebeurt hier dus ook. Warme lucht gaat omhoog. Dat zul je ook wel merken. Hè? Hou je hand maar eens boven een warm bakje thee. Dan voel je dat lucht omhoog stijgt. Thee je hand aan. Ja, maar als het lucht behoorlijk omhoog is, hoog in de atmosfeer, hebben we eerder gehad, ja, wat is daar? Nou, daar is een luchtdruk die lager is dan aan het aardoppervlak. En als de luchtdruk lager is, betekent dus dat het lucht in dat bakje, in dat kubusje, dat kan dus uitdijen. Maar nu is het zo van, als lucht gaat uitdijen, zo, ja, dan moet het wel daar energie voor nodig hebben. Nou, om uit te dijen heb je energie nodig. En de energie haalt hij uit de warmte. Oftewel, de temperatuur neemt verder af. Nou, zal het volume nog steeds dus toe zijn genomen. Oftewel, de dichtheid neemt nog steeds af. Oftewel, die lucht, ja, die zal nog weer groter worden en weer stijgen, etcetera, etcetera. Temperatuur neemt nog steeds verder af. En dat gebeurt tot dat, wat zou gebeuren, temperatuur neemt af. Dus er zal een moment zijn dat die temperatuur gelijk wordt aan het dauwpunt. Want dauwpunt is een temperatuur. En als het dauwpunt wordt bereikt, wat gebeurt er dan? Precies, waterdamp gaat condenseren. En dus zal er op dat moment hoog in de lucht wolken ontstaan. Yep. Op deze manier is dus het ontstaan van wolken te verklaren. Nou, we gaan eventjes naar die wolken kijken. Want wolken, als je die eventjes echt tot in detail bekijkt, dan zul je, op afstand zie je het niet, maar het zijn in feite gewoon ontzettend minuscule waterdruppeltjes, condensdruppeltjes. Als je in een wolk zit, zit je gewoon in mist. Maar die zijn dusdanig klein. Het zijn geen atoommoleculen. Het zijn wel echt druppeltjes. Maar die druppels zijn dusdanig klein dat ze blijven zweven. Nou, die druppeltjes die daar zijn, er komt steeds weer lucht bij, condenseert, et cetera, et cetera. Die zullen natuurlijk gaan groeien. Ja? En die druppeltjes, als ze groeien, ja, dan zullen ze elkaar ook tegenkomen. Dus ze gaan samen klonteren. Ze worden groter en groter totdat
ze zo groot zijn dat ze te zwaar worden en ze vallen naar beneden. En dat betekent regen. Dus op die manier, ja, ontstaat regen. Je weet dus nu hoe wolken ontstaan en hoe regen ontstaat. Maar het mooie van regen is, het houdt altijd een keer op. En dat is trouwens ook met deze presentatie zo. Dus ik zou zeggen van bedankt voor het beluisteren en tot een volgende keer.